We zijn hier om de naam op het spandoek te zetten van de mensen die ons de afgelopen jaar ontvallen zijn. En met de mensen bedoel ik dus de Feyenoorders. Hoeveel namen worden er vandaag opgespoten? 92. Dat is een behoorlijk aantal. Je ziet dat het steeds meer gaat leven. Ik ben er vanaf het allereerste moment bij betrokken. Bij het spandoek en bij het verzamelen van de namen vooral. En je ziet dat het inderdaad steeds meer gaat leven. En er komt ook steeds meer emotie bij kijken, lijkt het wel. En het is heel mooi om dit te doen met z'n allen. Hè, want we doen het met z'n allen. En de dankbaarheid van de mensen, de nabestaanden, als de naam op het spandoek komt. Samen met mijn zoon heb ik mijn vader op het spandoek gegraffitied. Dat gisteren mijn vader gecremeerd is. En alle supporters die overleden zijn, alle fijne supporters, om een enorm spandoek worden gezet. En hij mocht erbij. Hoe vond je dat om dat te doen? Ja, bijzonder. Bijzonder. Mijn vader was echt een fijne supporter, kritisch. Hij ging niet altijd naar het stadion, maar hij zat wel voor de televisie. En het is mooi. Het is mooi om dit te doen. Best wel indrukwekkend. Hè? Iedereen die erop staat, ja, die is er niet meer, inclusief jouw vader nu. Het is een aparte gewaarwording eigenlijk. Ja, het is inderdaad een aparte gewaarwording als je erover nadenkt. En ik denk dat het uniek is voor een club als Feyenoord dat bij deze supporters gebeurt. Ik kan me niet indenken dat bij andere clubs ook zo gaat. Dat is het Feyenoord gevoel. Straks voorafgaand aan de wedstrijd wordt het uitgerold? Ja. Dus een minuut stilte en dan wordt het uitgerold. En dan merk je gewoon die hele Kuip, dat is één groot kippenvel moment. Heel emotioneel ook.